Voor het eerst dit jaar heeft het Dordrechts Museum tekeningen verwisseld. Het gaat om kunstwerken van de expositie Koninklijk Paradijs met werken van Aart Schouwman. Er zijn 36 aquarellen verwisseld. Een tekening, gemaakt met waterverf, een aquarel dus. En die kunnen maar een beperkt aantal uren licht verdragen. Dat is meestal maximaal 3 maanden. Dus na 3 maanden moeten we een aquarel echt verwisselen voor een ander stuk. Gebruikelijk duurt een tentoonstelling 3-4 maanden. Deze duurt 6 maanden, omdat we heel graag de werken van het Koninklijk Huis laten zien die wij in bruikleen hebben. Die zijn daarna niet meer te zien, dus eenmalig. Vandaar dat andere musea dan graag hebben dat we de tekeningen wel halverwege verwisselen. En dit was een ingrijpende klus voor het museum? Ja, dat was bijna een militaire operatie. Je moet voorstellen, we hadden 36 werken van 5 musea. 4 musea hebben dan graag dat er een medewerker aanwezig is bij die wisseling. En het kan ook zijn dat een werk van 1 museum wordt vervangen door het werk van een ander museum. Dus dan heb je 2 medewerkers van andere musea nodig. Dus je begrijpt dat dat echt wel een ingewikkelde operatie was. Ondanks de verwisseling van een aantal tekeningen is de aard van de expositie intact gebleven. Het zijn natuurlijk wel andere aquarellen, dat wel, maar de conservator is er erg mee bezig geweest dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Dus topstukken zijn verwisseld voor andere topstukken. Dus eigenlijk hebben we alweer een beetje een nieuwe tentoonstelling waar de bezoeker echt weer plezier van kan hebben. De expositie Koninklijk Paradijs is tot en met 17 september te zien.